De opname loopt inmiddels. Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulk Kerjic. Ik ben officieel spreker voor Skywheels Community in Nederland. Daarnaast ben ik lid van de communicatiegroep. Wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie binnen Nederland en een gedeelte van België als het zo uitkomt. En ik maak ook professioneel gebruik van de applicatie AdvaHunter en hier zal ik later in de presentatie op terugkomen. Het milieu is een hot item. Er zijn vele mensen eigenlijk al bezig om het milieu een stukje beter te krijgen. Vaak is het op klimaatgericht reductie van CO2. Maar op dit moment is er eigenlijk nog niet echt een daadwerkelijke uitvinding gecreëerd die het in staat stelt om het klimaat van onze aarde, de opwarming, iets tegen te gaan. Zodat we uiteindelijk met z'n allen een stukje meer profijt hebben van onze aarde. Vanaf 1978 is er ook een persoon bezig die dat destijds heeft voorzien. Ik persoonlijk noem hem een visionair, dat is Anatoly Yunitskiy. En vanaf 1978 is Anatoly Yunitskiy bezig om zijn idee vorm te geven en te creëren in de vorm van Skyway. Op dit moment zeggen wij Yunitskiy String Technologies. Skyway is een merknaam, is het product wat hij heeft ontworpen. Maar daar is hij vanaf 1978 al mee bezig, omdat hij toen al het idee had dat hij onze aarde een stukje beter wilde maken. En dat hij een kleine blik in de toekomst heeft kunnen hebben, waarin hij een hele hoop knelpunten zag. Dit is Anatoly Yunitskiy. Dit zijn een aantal foto's van Anatoly Yunitskiy in zijn jongere jaren. Medio 2000 is hij begonnen met daadwerkelijk een vrachtwagen op een rail te zetten. Dat is de uitwerking van de geboorte van zijn idee Yunitskiy String Technologies. Die vrachtwagen staat nu ook tentoongesteld op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Maar je ziet eigenlijk dat hij al vanaf die tijd onophoudelijk bezig is om zijn idee vorm te geven. In de loop der jaren heeft Anatoly Yunitskiy ook een x-aantal awards gekregen, ook onderscheidingen. Binnen de Russische Federatie is het een zeer bekend persoon. Maar voor de grote wereld is Anatoly Yunitskiy op dit moment nog een grote onbekende persoonlijkheid. Daar gaat overigens wel verandering in komen. Want Anatoly Yunitskiy krijgt sowieso via de media aandacht die er op dit moment heerst rondom Yunitskiy String Technologies ook steeds meer podium om zijn idee aan de wereld te kunnen laten zien. Wat is zijn idee? Nou, zijn idee is eigenlijk heel simpel. Een transportsysteem ontwikkelen dat zich bevindt op het tweede niveau. Wat wil het tweede niveau zeggen? Dat wil niks meer en niks minder zeggen dan dat het gebruik maakt van de lucht die eigenlijk vaak op het tweede niveau zich bevindt. Wij mensen en auto's die we gebruiken maken gebruik van het eerste niveau, hè, dus de weg. En het tweede niveau is eigenlijk enigszins, om het simpel te houden, in het luchtledige. Dit zijn een aantal modellen van Yunitskiy String Technologies, hoe dat er in werkelijkheid uitziet. En je ziet dat het hier ook al gebruik maakt van het tweede niveau. En een van de grote voordelen van het tweede niveau is dat je heel veel aardoppervlak overhoudt om bijvoorbeeld gras te kunnen laten groeien. Wat ook weer kan helpen om onze opwarming van de aarde tegen te gaan. Wat zou het kunnen bieden? Wat ik net al aangaf, reductie van CO2, herstel van flora en fauna. Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken, maar dit transportsysteem heeft zoveel elementen die als voordeel kunnen werken, waardoor je het eigenlijk langzamerhand overal goed kunt integreren. Ook in het verleden heeft men getracht om transport op het tweede niveau te creëren. Dat kun je ook zien op de foto linksboven in de hoek. Want mensen zagen eigenlijk ook wel de knelpunten die we op dit moment ook daadwerkelijk ervaren. Bekende grote steden zoals New York, New Delhi en andere grote metropools draaien vast, lopen vast. En mensen zijn eigenlijk meer aan het rijden dan dat ze op een efficiëntere manier van A naar B kunnen reizen. De mens is natuurlijk volhardend en wij zijn zelf de grootste vervuilers van ons aardoppervlak. Dat klinkt heel gek, maar alles dat wij ontwerpen en dat wij ontwikkelen en dat wij nodig hebben om onze behoeftes te kunnen voorzien, heeft als gevolg dat onze natuur, die we ook heel hard nodig hebben, dat die met alles wat wij ontwikkelen keer op keer stukjes negatieve stoten te verduren krijgt.
Je kunt het meest makkelijke voorbeeld noemen van of nemen van olietankers die breken of scheuren, die op dat moment in beschermd natuurgebied varen, waardoor eigenlijk de koraal en de flora en fauna in dat gebied drastisch gevaar lopen. Dit zijn, wat je hier op deze sheet ziet, zijn ook 4 foto's. De foto's van links en rechts onder, dat zijn de foto's dat je ook al kunt zien hoe dat transport op het tweede niveau door andere bedrijven is ontwikkeld. Het lijkt enigszins op Unitsky String Technologies, alleen het heeft het is verre van hetzelfde van Unitsky String Technologies. Wat je ook ziet gebeuren op de weg, op de foto op de weg rechtsboven, is wel een beetje ironisch, want op het moment als een weg niet meer wordt gebruikt, in dit geval in de Emiraten gebeurt dat, door de wind die vaak daar ook wel waait, ontstaan er ook zandbanken. Afgelopen begin januari, februari hebben we hier een redelijk mooie winter gehad. Althans, ik vond het persoonlijk mooi. Sommigen zullen hem niet mooi als het niet mooi hebben ervaren. Maar wat je ook daadwerkelijk zag gebeuren, was dat door de wind die er heeft gewaaid, sneeuwbanken ontstonden op wegen die normaal gesproken werden gebruikt om overheen te rijden. Maar omdat het niet meer gebruikt kon worden, heeft de natuur dat heel mooi kunnen bedekken met een mooi laagje sneeuw. Zo kun je dat ook zien met de zandbanken. Unitsky String Technologies wordt relatief vaak vergeleken met kabelbanen. Dat is in geen enkele vorm met elkaar te vergelijken. Een kabelbaan maakt gebruik van een getrokken systeem. Dat wil zeggen dat er boven en beneden aan de 2 punten zijn waarbij er een kabel tussen wordt gespannen. En de gondels of de modules die er tussendoor rijden worden getrokken. Je kunt dit vergelijken zoals je hier op de foto ziet. Daadwerkelijk met een soort module. In San Francisco, in de Verenigde Staten van Amerika, heb je ook een module, of heb je ook gondels die van boven naar beneden rijden. Onlangs heeft er ook een ramp met zo'n kabelbaansysteem plaatsgevonden in Italië. Dat heeft ook aan mensen het leven gekost, want op het moment als zo'n baan losschiet van de tandwielen van het besturingssysteem, is de ramp die er naar kan volgen niet te overzien. Dit is Unitsky String Technologies. Dit zijn daadwerkelijke foto's. Unitsky String Technologies is een eigen ontworpen systeem. Dat wil zeggen, de motorwielen van Unitsky String Technologies zijn zelfvoorzienend, zijn zelfsturend. Accu's die deze modules ze bij hebben, kunnen hun eigen energie opwekken, afstoten en gebruiken voor eigen consumptie. De foto, de kleinere foto van in het midden van het scherm, is een bestaande module, is getest, zien we niet heel veel in het nieuws. De foto rechts aan de rechterkant, aan de onderkant van het scherm, kom even niet uit mijn woorden, ik moet even improviseren, want ik was niet voorbereid dat ik deze webinar ging geven, dus excuus dat ik even af en toe moet zoeken naar mijn verhaal. Maar dat is een 3D foto. Inmiddels wordt wel de groene module die je op die foto ziet, op het Ecotechnopark in Wit-Rusland, daadwerkelijk getest. Dit is een doorsnede van ons aardoppervlak. Je ziet eigenlijk op de bovenste doorsnede hoe dat eruit ziet. Berg en dal met een beetje water. Op het moment als wij mensen iets willen gaan bouwen, moeten we alles egaliseren. Dat wil zeggen dat sommige dieren ook daadwerkelijk in de knel komen. Bossen die worden gekapt, bijvoorbeeld apen of andere dieren die in die bossen leven, moeten op de vlucht. En moeten eigenlijk op zoek naar een nieuwe leefomgeving. Omdat wij mensen, voordat we iets kunnen gaan bouwen, moeten wij dat egaal maken. Als dat eenmaal is gebeurd, kunnen we een fundering plaatsen. Die is vaak 4 maal groter dan de ruimte die we daadwerkelijk nodig hebben. Als dat is gebeurd, komt er vaak een laagje aarde op te liggen. En de uiteindelijke oppervlakte die we moeten hebben, is in dit geval een doorsnede van de spoorbreedte. Dat is wat wij daadwerkelijk zien. Unitsky String Technologies maakt gebruik van intermediate support, zogeheten pilaren. En het grote voordeel hiervan is dat zij vele malen minder ruimte nodig hebben om te bouwen. Dus wat het grootste voordeel hiervan is, is dat het aardoppervlak eigenlijk voor 95% ook intact laten. Als ze eenmaal gaan bouwen, dan gaan ze de intermediate supports plaatsen. Dat zijn de pilaren. Als het is gedaan, spannen zij een kabel, de zogeheten stringrail. Als die
kabel op spanning is, dan maken ze de uiteindes van weerskanten maken ze los en die bevestigen aan een zogeheten ankersupport en dat is een station. De spanwijdte tussen de intermediate supports die kan variëren en om een voorbeeld te geven, op het Ecotechnopark in Wit-Rusland zitten 400 meter tussen twee intermediate supports en op het testpark in Shaya is dat 288 meter en dat zal medio oktober ook daadwerkelijk klaar zijn en kunnen worden getest. Dit is nog een doorsnede van hoe dat eruit ziet, wat ik net al aangaf, verschillende spanwijdtes en dat geeft dus op deze manier ook een goede indruk van hoe weinig ruimte dat dus in beslag neemt. Dan is er nog een doorsnede van een zogeheten anti-derailment system. Dat is een ontsporingssysteem. Hierop kun je enigszins goed zien wat wij normaal gesproken niet zien, maar wat onder de witte kappen zit, hoe dat eruit ziet. Dan is er ook nog een doorsnede van een stringrail. Daar loopt de stringrail. Dat is een gecoat, aan de buitenkant is een gecoat oppervlakte. En aan de binnenkant zie je ook nog een soort substantie die eigenlijk ervoor zorgt dat de stringrail aan zich heel erg stevig wordt. Dit zijn ook nog wat sheets van de doorsneden. Unitsky String Technologies is in staat om de modules op een interval van 2 seconden achter elkaar te laten rijden. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk binnen 2 seconden achter elkaar kunnen laten rijden en in staat zijn door middel van artificial intelligence met elkaar kunnen communiceren. Dit is een doorsnede van hoe dat eruit ziet. Wat ik net al aangaf, de modules van Unitsky String Technologies zijn energiezelfvoorzienend en kunnen de energie die ze opwekken onderweg gebruiken voor zichzelf, maar ook afstaan voor stedelijk gebruik. Rechtsonder zien jullie een foto van de drone. Heel veel mensen vragen naar mij hoe staat het nu met de drone. De drone wordt op dit moment ook daadwerkelijk getest. Kan een laadvermogen tillen van 750 kilo. En de bedoeling is dat hij straks een laadvermogen kan tillen tot 1500 kilo. Dus 1,5 ton om het simpel te houden. Dit is een touwbrug ergens in Europa. En daarbij zien jullie ook een gefotoshopte stringrail. Om even een voorbeeld te geven hoe dat eruit ziet. Wat ik net al aangaf, de stringrail van Unitsky String Technologies zou je eigenlijk aan weerskanten van een oever kunnen plaatsen. En dan kun je een rail tussen spannen, waarbij dus de modules van de ene kant naar de andere kant kunnen rijden. Grote voordeel is ook dat schepen met een lager of hogere diepgang geen hinder ondervinden met met de brug bijvoorbeeld, waar ze eventueel wel of niet tegenaan kunnen botsen. Soms zie je dat schepen met een kout 3 centimeter onderdoor kunnen varen. Maar Unitsky String Technologies kan op verschillende hoogtes worden gebouwd. Dit is een sheet met wat informatie over de verschillende typen stringrail die er zijn. Je hebt de flexible stringrail, je hebt de stugge stringrail. En je hebt de stringrail waarbij gebruik kan worden gemaakt van weerskanten boven en beneden. Dit is wat informatie over het opwekken van de energie. Door staal op staalwrijving wordt de energie opgewekt en die kan worden opgeslagen in de accu's die in dit geval bij de ISP Uniflash, of de Uniflash moet ik zeggen, die aan boord heeft. Dit is wat informatie over de aerodynamica. Aan de voorkant zie je dat de wind geleidelijk over het voertuig passeert. En aan de achterkant zie je dat er een windcirculatie ontstaat. Als je kijkt naar de aerodynamica van de Uniflash, zie je dat die aan de voorkant en aan de achterkant weer tot een bepaald punt, tot een stilstand komt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de achterliggende module er geen hinder van ondervindt als hij er achteraan rijdt. Dit is nog wat meer informatie van de Uniflash. Hoe staat het nu met de Uniflash? Op dit moment zijn ze bezig met de voorbereiding voor een testbaan te creëren. Of in Wit-Rusland of in de Verenigde Arabische Emiraten. Van 25 kilometer. Dit is nodig omdat de Uniflash 10 kilometer nodig heeft om op te starten. Of te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer heeft hij nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer heeft hij nodig om
tot een volledige stilstand te komen. Dit is Anatoly Junitsky. Anatoly Junitsky heeft inmiddels in de loop der jaren een hele hoop patenten gekregen. Die patenten zijn nodig om zijn product, wat wij kennen tot Skyway of Junitsky String Technologies, om dat te beveiligen. Dit is een monografie van Junitsky van Anatoly Junitsky. Wil je hier meer over weten? Dit is ook beschikbaar op het internet. Je kunt het ook als boekvorm kopen. Maar dit is eigenlijk zijn idee. Hoe hij dat voor zich heeft gezien. En zijn idee is eigenlijk heel simpel. Lineaire cities bouwen. En daartussen wilde hij eigenlijk het transportsysteem van Junitsky String Technologies gebruiken. Om energie op te wekken dat ook weer gebruikt kan worden voor mensen die leven in die woontorens. Dit zijn een aantal certificaten. Wat je je kunt voorstellen is dat ieder schroefje binnen Junitsky String Technologies speciaal is ontworpen. Junitsky String Technologies maakt ook gebruik van machines die worden gebruikt voor de ruimteindustrie. Al deze uitvindingen moet hij laten certificeren. Als hij dat niet doet, dan kunnen de Chinezen met zijn idee aan de haal en dan heeft Anatoly Junitsky het nakijken. Ook belangrijke certificaten zoals certificaten voor het management systeem, een ISO-certificaat wat hier niet bij staat, heeft Junitsky String Technologies binnen bereik. Dat is een heel zwaar certificaat, dat krijg je ook niet gemakkelijk, maar je kunt bijvoorbeeld KPN nemen als voorbeeld. Die heeft ook datzelfde certificaat, dat is een management systeem. Dat wil eigenlijk zeggen dat de organisatie up-to-date is en helemaal op orde is. Vaak vragen mensen aan mij van, goh, wat maakt dat Junitsky String Technologies in Europa niet van de grond komt? Het enige wat ik erop heel simpel kan zeggen is dat de Europese Unie werken met bedrijven en waar ze concessies aan verlenen. En daar moeten landen zich aan houden. Maar Junitsky String, of de Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van Junitsky String Technologies. Zie het certificaat rechtsonder met het ja-vinkje. Dit zijn nog wat andere ideeën van Anatoly Junitsky. Wil je hier meer over weten, dan raad ik je aan om naar zijn site www.junitsky.engineer te gaan. Hier kun je alle projecten vinden waar hij mee bezig is. Wij focussen ons nu op Junitsky String Technologies, maar je ziet eigenlijk ook een klein gedeelte van Spaceway. Wil je er meer over weten, ga even naar zijn website. Dit is de rolling stock van Junitsky String Technologies. Ik ga deze rustig met jullie door. We beginnen met de Uniwind, dat is een module voor twee personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibike. Dit is het eerst gecertificeerde model eind 2016, wat in het Ecotechnopark is gecertificeerd. Biedt plaats aan 2 tot 3 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unicar U4430T1. Biedt plaats aan 6 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de grotere variant. Deze biedt plaats aan 18 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibus U4210. Biedt plaats aan 12 tot 14 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibus U4220T2. Biedt plaats aan 48 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Uniflash. In deze configuratie biedt die plaats aan 6 personen, maximale snelheid 500 km per uur, Dan krijgen we de cargo modules. Deze zijn op dit moment in volle ontwikkeling en binnen nu niet al te lange tijd zullen we deze ook in levende lijven en in een echte versie getest gaan zien worden. De Unicont kan 20 tot 40 voet zeecontainers vervoeren op een snelheid van 80 tot 120 km per uur. Misschien wel sneller, dat zal de nabije toekomst uitwijzen. Dan krijgen we de Unitruck U431. Deze wordt op dit moment op het Ecotechnopark in Wit-Rusland getest. Zie de foto. Dan krijgen we de Unitrans. Dat is ook een baan die op het Ecotechnopark in Wit-Rusland wordt getest. De Unitruck U4131 maakt daar van gebruik. Dan krijgen we nog een module die wel op een foto staat, maar waar nog helemaal niks over bekend is. Dat is een module die gebruik maakt van dezelfde systemen als de Uniwind.
Dan krijgen we nog een andere module, die staat hier niet op een foto, maar die is er wel, wordt gebruikt straks voor toeristen te transporteren naast het Ecotechnopark. Dat is de Uni Light en deze wordt ingezet om toeristen van het ene punt naar het andere punt te transporteren. Dit is nog een vergelijking van Uniski String Technologies in vergelijking met ons huidige transportsysteem wat wij kennen. Wat goed is om te weten is dat alle rekenmodules die Uniski String Technologies heeft gedaan, zijn op dit moment ook de bestaande feiten geworden. Je kunt het je als bedrijf zijnde in de vorm van Uniski String Technologies niet veroorloven om rekenmodules te presenteren en geen modules te presenteren die niet aan test zijn ondervonden. Dit is nog wat informatie over Uniski String Technologies op het Ecotechnopark. Je ziet ook een foto van een Unicar op het Ecotechnopark. Maak gebruik van de flexibele stringrail op het park. Deze baan, het mooie van deze baan is dat de module hier 0,0 energiebronnen van buitenaf hoeft aan te spreken om opgestart te worden. De veiligheidssystemen binnen Uniski String Technologies zijn oneindig. Heel veel mensen vragen mij van, wat gebeurt er nu als een module pech onderweg krijgt? Wel, deze zijn gepresenteerd op het laatste officiële offline Ecofest event in 2019. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de eerste module naar boven laten rijden, in het midden van de baan tot stilstand gebracht. Vervolgens hebben ze een tweede module erachteraan gestuurd. Die heeft zich middels de Artificial Intelligence AI technologie aan de andere module gekoppeld, heeft de boel gescand wat er aan de hand is en heeft op die manier een oplossing zichzelf kunnen bedenken, maar heeft eigenlijk de mensen en de andere module op een veilige manier teruggebracht naar het eerste opstapstation. Dit is een van de vele legio of veiligheidsaspecten die Uniski String Technologies heeft weten te bedenken. Dit is nog ook een echte foto. Bovenop zie je de high-speed Unibus of high-speed Uniflash. En onder zie je de Unibus U4220T2, de stijve stringrailconstructie, waarbij er zowel boven als onderlangs gebruik van kan worden gemaakt. Prioriteitsstellingen. In 2014 begon Uniski String Technologies met het ontwerpen van passagiersvervoerssystemen. Inmiddels is de vraag iets meer komen te liggen bij het cargo transportsysteem. Wil dat zeggen dat het passagiersvervoer op een lager pitje is komen te staan? Nee, absoluut niet. Alle modellen van Uniski String Technologies, bijna alle modellen, zijn gecertificeerd. Welke zijn nog niet gecertificeerd? De Uniflash en de Unicont zijn niet gecertificeerd. De rest van de modellen zijn gecertificeerd en zitten in het certificeringproces. En met name het cargo stukje, daar maken ze nu een inhaalslag mee. Het geluid. Heel veel mensen vragen mij van, wat is het geluid? Het geluid is eigenlijk te verwaarlozen. 80 decibel maken de meeste, of produceren de meeste modellen aan geluid. Maar op het moment dat het op 150 km per uur voorbij komt rijden of soeven, dan valt het niet op. Beesten of dieren ondervinden ook geen hinder van dit geluid. Een trein van de NS produceert meer geluid en zorgt eigenlijk voor een langdurige geluidsverstoring in de omgeving. Uniski String Technologies heeft in de tussentijd ook aanpassingen gedaan op het Ecotechnopark. Ik heb hier de sheet niet bij, maar dit is een foto van de Enku support. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben isolatoren aangebracht die het in staat stellen om de rit zo smooth is het Engelse woord, ik kom even niet op het Nederlandse woord, maar zo aangenaam mogelijk te kunnen doen laten verlopen. Vaak merk je dat als je zelf in een trein zit en je nadert een wissel of een baanvak, spoorstaaf, dan hoop je een soort oneffenheid en die voel je in de trein, maar die voel je ook in je rug. Uniski String Technologies heeft het nu zo weten te creëren, dat de koppelstukken van het een naar het andere stuk baangedeelte, dat die zijn te verwaarlozen. Maar ook dat de energie beter kan worden opgevangen en beter kan worden afgedragen. En ze hebben er ook voor gezorgd dat een A en een B kan niet met elkaar in verbinding komt. Want als dat met elkaar in verbinding komt, dan kunnen de problemen niet te overzien zijn. De modules of de stringrails staan onder spanning, maar die spanning wil zeggen dat, of tenminste dat heeft meer mee te maken, dat
de energie die wordt opgewekt ook op een goede manier kan worden opgevangen. Dit zijn drie computeranimaties van hoe dat er enigszins uitziet. Je ziet op de meest linker foto Unitsky String Technologies over land. Vervolgens zie je Unitsky String Technologies over water. En vervolgens zie je nog een keer Unitsky String Technologies ook weer over land. Maar het geeft eigenlijk aan hoe weinig ruimte het in beslag neemt. Laatst kreeg ik een vraag van iemand van, goh, kan ik zo'n pilaar aanraken? Jazeker, de pilaar zelf kun je aanraken. Bij de stringrail zelf kom je niet, omdat het simpelweg te hoog is. Unitsky String Technologies heeft op verschillende beurzen gestaan. Op de beurs van Berlijn InnoTrans 2018 hebben zij de Uniflash aan het grotere publiek tentoongesteld. Mensen wisten niet goed wat ze zagen. Heel veel ideeën zijn voortborduursels op bestaande ideeën. En dat kun je heel simpel voor je zien. Neem een trein van de NS. We zijn op dit moment aanbeland dat er straks een nieuwe trein gaat rijden op ons Nederlandse spoornetwerk. Maar het is een voortborduursel op een bestaand systeem. De wielen waren er al. De trein zelf, het idee was er al. Wat ze enkel hebben gedaan is de nieuwe aerodynamica bedacht en misschien nieuwe besturingssystemen bedacht, waarbij de trein straks ook uit zichzelf kan rijden. Maar goed, dan nog is er een machinist nodig om de boel te monitoren. Dit is het motorwiel van Unitsky String Technologies. Dit is het best bewaarde geheim wat we binnen ons bedrijf hebben. En dat is maar goed ook, want hier rusten onze share of pre-IPO's op. Die we op dit moment hebben aangekocht om dit project te ondersteunen. Dit project te steunen in haar ontwikkeling. Maar hier ligt het best bewaarde intellectuele geheim van het bedrijf op. Dit is het kantoor van Unitsky String Technologies in Wit-Rusland. Op dit moment hebben zij twee kantoren. Dit is het meest nieuwe kantoor. Ook het oude kantoor bestaat nog. De ontwikkeling gaat op dit moment zo hard dat er gigantisch veel personeel wordt gezocht en wordt aangetrokken om alle ideeën die Anatoly Unitsky heeft bedacht te fine-tunen, niet te verbeteren, maar wel eigenlijk ervoor te zorgen dat er één geheel kan komen. Ook in de fabrieken wordt daadwerkelijk al geproduceerd en getest. Dit is een iets oudere foto, maar ook de fabrieken zijn klaar om de markt te kunnen voorzien. En zodra de eerste commerciële trajecten bekend worden gemaakt, zal ook de daadwerkelijke productie worden opgestart om te kunnen produceren. Dit is het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Je ziet een foto van 2014 en een foto van ongeveer 2 jaar terug, hoe dat nu is. Op dit moment zijn er 2 nieuwe banen in aanbouw op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Ook het eerste commerciële traject zal in Wit-Rusland worden gebouwd naast het Ecotechnopark. Jullie zien dat is hier niet goed te zien, maar een foto. Op de achterkant zie je, of aan de bovenkant zie je een grote vijver. Daar is een heel groot ecologisch vakantiepark verrezen. Dat heeft Unitsky daar gebouwd. Waarbij mensen de lokale bevolking van Wit-Rusland nu op ecologische wijze kan recreëren. Ze kunnen vissen in de vijver en de vissen die ze vangen kunnen ze zelf klaarmaken om zelf weer op te eten. Dit zijn ook nog 2 foto's van het park in Wit-Rusland. En dan zijn er een x-aantal samenwerkingen. De meest belangrijke die voor ons om te weten is een samenwerking tussen Unitsky String Technologies en Bekaert. Dat is een Belgische firma en zij hebben staalrollen geleverd. Ik heb inmiddels ook al daadwerkelijke foto's gezien. Waarbij je eigenlijk gewoon kunt zien dat zij de staal hebben geleverd aan Unitsky String Technologies. Ik heb degene die foto's heeft gemaakt ook om toestemming gevraagd of ik die foto's voor een eventuele volgende presentatie mag gebruiken, zodat je dat ook daadwerkelijk beter ziet. Dan hebben ze nog een aantal andere samenwerkingen. Een van de meest belangrijke samenwerkingen, maar die hier niet op staat, is een samenwerking met Dassault Systèmes. Dassault Systèmes is een heel gerenommeerd Frans bedrijf wat ook zich bezighoudt met de luchtvaartindustrie. Dus het zijn geen kleine spelers. Daarnaast zijn er ook nog andere grote bedrijven en bekende bedrijven die onderdelen en machines hebben geleverd aan Unitsky String Technologies. Dan gaan we van Wit-Rusland naar de Emiraten. Op dit moment wordt er in de Emiraten hard gewerkt om het testpark
Unitsky String Technology Center, R&D, in de Emiraten klaar te krijgen en af te maken. In de Emiraten is Unitsky String Technologies onderdeel van het Sharjah Research and Technology Center. En zij overkoepelen het bedrijf in de Emiraten en zorgen ook dat het op een goede manier aan de wereld wordt tentoongesteld en dat het ook op een goede manier in de wereld wordt gezet. Zij hebben ook toen Unitsky String Technologies nog in de kinderschoenen stond, waren zij al betrokken bij het idee en de bouw. Dus alles wat wij nu zien aan 3D-tekeningen, de ontwikkelingen hiervan gaan een x-aantal jaren terug. Dit is een maquette van hoe het er straks ook uit gaat zien. Een aantal gebouwen zijn al af, een aantal gebouwen moet nog. Dit is een lijn, een van de cargolijnen, of van de lijnen die in aanbouw zijn. Dit is een lijn van 2,5 kilometer. De anchor supports en de intermediate supports staan al in grote lijnen. De anchor supports worden op dit moment hard aangewerkt om die klaar te krijgen. Het mooie om even te vertellen is dat deze lijn, dat de intermediate supports op een afstand worden gebouwd van 288 meter van elkaar. Dit zijn een aantal foto's van gebouwen die reeds af zijn. Het ecohuis is compleet af. Dan zien jullie een foto rechts of linksonder van de anchor support. Die is in aanbouw, zal inmiddels nu een stukje verder zijn. Dan is er ook nog een gebouw voor de technische dienst dat af is. En dit is de eerste lijn van 400 meter. Inmiddels is die operationeel compleet gecertificeerd. En kunnen overheidsfunctionarissen en journalisten een ervaring krijgen hoe het is om met Unitsky String Technologies te rijden. Dan zien jullie hier een foto van het vrachtvervoer en het personenvervoer. De VIP-versie wordt dus ingezet voor overheidsdelegaties en journalisten, wat ik net al aangaf. Het vrachtvervoer wordt getest. Dit is een mini-versie van een Unicont. Maar wat goed is om te weten is dat alle informatie die nu wordt opgedaan, wordt gebruikt om straks de Unicont, de grotere broer, eigenlijk sneller door de testen heen te laten rijden. Toekomst in de Emiraten, toekomst Dubai. Hoe ver staan we nu? Dat is altijd, willen we eigenlijk altijd weten. Wat heel belangrijk is om te weten is dat Unitsky String Technologies een van de drie bedrijven is die een offerte heeft gegeven aan de autoriteiten van Dubai. En heeft gezegd van wij kunnen jullie vraag beantwoorden. De andere twee bedrijven zijn Skytrain, Amerikaans bedrijf, en Bibicar, Engels bedrijf. Dit zijn concepten, hebben daadwerkelijk nog helemaal niks. Unitsky String Technologies is het meest verre. Jullie gaan straks ook foto's zien waaruit je eigenlijk kunt opmaken dat Unitsky String Technologies de beste papieren heeft. Wat ik net al aangaf in de Emiraten, Unitsky String Technologies is volop in het nieuws, maakt ook nog steeds deel uit van de toekomstplannen van Dubai. Ook de Sheikh van Dubai is persoonlijk betrokken bij de Emiraten, of bij Unitsky String Technologies, wil het eigenlijk ook hebben. Maar goed, voor de formaliteit is het altijd belangrijk om meerdere bedrijven de kans te geven, zonder dat je wordt betiteld van corruptie, vriendjespolitiek, onder tafel verschoven steekpenningen. Dat wil Unitsky String Technologies niet. Dat wil ook de Emiraten niet. Zij willen schone handel drijven. En dit laat enkel maar meer zien dat zij ook daar zo in staan. Wat ik net al aangaf, hoe ver staan ze nu? De bouw van het testpark in de Emiraten is in volle gang. Eerste 400 meter lijn is gecertificeerd. Lijn 3 en 4 zijn in aanbouw. Zullen medio oktober ook klaar zijn, operationeel zijn en klaar om de certificering fase in te gaan. En dan is eigenlijk dit een heel mooi stuk. Voor iedereen is het natuurlijk zelf waarom die dit project wil ondersteunen. Het is een uniek concept, een heel mooi, hele mooie kans, zeg ik, maar dat is persoonlijk. Maar je steunt je eigenlijk, je geeft je eigenlijk straks de wereld een stukje van haar eigen verloren habitat mee terug, de flora en fauna kan herstellen. Waar staan we nu? Nou, wat ik eigenlijk net ook een beetje aangaf. Op dit moment is het bedrijf klaar om de wereldmarkt te betreden. Dat hebben ze ook reeds aangekondigd. We zijn in voorbereiding op de expo.
Daar is vandaag heel wat positief nieuws over naar buiten gekomen. Ook gisteren is er wat nieuws over naar buiten gekomen. Eigenlijk ja, zijn we klaar. Oh, even deze foto. Eigenlijk zijn we klaar om. Ik zie dat wat sheets door elkaar staan. Oh, wacht even. Eigenlijk zijn we klaar om de markt langzamerhand te gaan betreden. Dan gaan we van realiteit naar augmented reality. Augmented reality is een hele belangrijke, heel belangrijk hulpmiddel geworden om Unitsky String Technologies te visualiseren. Ik ben een van de gebruikers van de applicatie AdvaHunter. Ben een beta-tester. Ik sta in weer en wind om de applicatie te testen. Maar deze applicatie is ook gebruikt om mensen en overheidsfunctionarissen, potentiële investeerders, te laten zien hoe Unitsky String Technologies in realiteit eruit zou kunnen zien. Dit zijn ook nog wat foto's van hoe dat eruit ziet. En wat je eigenlijk constant ziet is dat Unitsky String Technologies heel weinig ruimte in beslag neemt. AdvaHunter maakt gebruik van augmented reality technologie. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd. Ze leggen een kleine 3D-laag over een bestaande laag heen. En zodoende kunnen mensen in staat zijn om een indruk te krijgen, maar gebruikers in staat worden gesteld om een foto te maken van Unitsky String Technologies in hun eigen omgeving. En ja, hoeven daar geen dure computeranimaties meer voor worden gebruikt. Dus het is aan de ene kant is het heel erg besparend en aan de andere kant, je haalt er het meeste rendement mee naar voren om te laten zien aan mensen die heel erg benieuwd zijn of meer zouden willen weten over hoe dit eruit zou kunnen zien. Kan ik hier ook in participeren? Absoluut. Ik raad je aan om even contact op te nemen met de persoon die je voor deze webinar heeft benaderd. Hij of zij zal prima in staat zijn om jou van de informatie te voorzien. Mocht dat niet het geval zijn, dan is er ook een mogelijkheid om met mij of met Nettie Sommers in contact te komen. Onze telefoonnummers komen aan het einde van deze presentatie. En dan kun je dat even opschrijven. Laten we het kort samenvatten. Eigenlijk biedt dit transportsysteem ontiegelijk veel voordelen. Er zijn geen nadelen. Ja, misschien zullen sommige mensen zeggen, ja, één nadeel is, ik moet heel lang wachten. Nou goed, dat is part of the deal, dat is het leven. We wachten altijd en overal soms heel lang op, soms iets sneller. Maar dit is een technologie die niet heel snel kan plaatsvinden. De technologie is klaar. Maar dat wij mensen zijn er nog niet klaar voor. Deze technologie loopt minstens 10 jaar vooruit op wat wij nu zien. Unitsky String Technologies is de afgelopen weken gigantisch veel in het nieuws gekomen. Bekende nieuwspagina's hebben erover bericht en onbekende. Zelfs CNN heeft erover bericht. En nadat CNN erover heeft bericht, hebben Fox News, ABC, CNBC... NBC, ik heb ze allemaal niet in de presentatie kunnen zetten. Het is ook een iets oudere presentatie. Maar die hebben erover bericht. Dus Unitsky String Technologies is over de hele wereld nu bekend. Ook Indiase nieuwsbedrijven. Zowel de Australische nieuwspagina's zoals Sky Australian, geloof ik, of Australia, hebben hierover bericht. Ook in Europa, Roemeense nieuwsbedrijven, de Duitse mediabedrijven hebben over Unitsky String Technologies bericht. Dit is Oleg Seretsky en je ziet dat hij wijst naar een koersbord. Er is een video waarbij je het koersbord heel goed in beeld ziet. Dit is een opname ervan. Maar wat ik net al aangaf, de ontwikkelingen achter de schermen gaan al veel verder terug dan dat wij in de gaten hebben. Sharjah wordt het eerste emiraat wat op commerciële wijze gebruik zal kunnen maken van de technologie van Unitsky String Technologies. Vervolgens zullen de koppelingen komen naar Abu Dhabi Dubai en andere emiraten. Dit is eigenlijk een kleine voorbode van wat er gaat komen. Dit is zo'n voorstel wat is gedaan. Dit is uit een officiële presentatie, is te downloaden op een officiële site voor iedereen toegankelijk. Maar je ziet hier dat Unitsky String Technologies
een voorstel heeft gedaan om de twee luchthavens te combineren met de haven van Dubai. Wil je hier meer over weten, dan raad ik je aan om even de presentatie zelf te downloaden op de site. Maar het geeft eigenlijk aan wat er achter de schermen plaatsvindt. Investeren naar stage 15, ja, dat is zeker mogelijk. De afgelopen weken is daar ook mondjesmaat wat informatie over naar buiten gekomen. Inmiddels is er een nieuwe site gelanceerd die dat straks ook toegankelijk zal maken voor ons als participanten in dit innovatieve project. Dus ik kan enkel zeggen van blijf even heel rustig de informatie volgen. Er gaat een stortvloed aan informatie op jullie afkomen. Dat kan ik jullie hier nu op een briefje meegeven. Zowel Nettie Sommers als ik zullen ons best doen om de informatie op zo'n behapbaar mogelijke manier met jullie te delen. Dus dat wil zeggen dat wij de stortvloeden gaan opvangen en ervoor zullen zorgen dat op het moment dat er iets niet duidelijk is, wij klaarstaan om jullie op zo goed mogelijke manier te voorzien van de informatie, zodat jullie hier met een rustig gevoel de informatie kunnen volgen. Er zijn nieuwe sites wat ik al aangaf. De eerste is www.yukskytransport.com. Daarop kun je, ook de sheet downloaden uit de presentatie die ik net heb laten zien. Of de presentatie downloaden van de sheet die ik zojuist aan jullie heb laten zien. Zo zeg ik het in correct Nederlands. Vervolgens is er ook een andere site, www.buysws. Dat is de site die straks zal worden gebruikt voor de token. Dan staat hier nog niet op de site www.svg.io. Dit zullen sites zijn die zich bezig gaan houden met de token, waar heel veel mensen met smart op zitten te wachten. Dit zijn de oudere reeds bekende sites. De eerste is www.sky.capital. Hierop kunnen we ook onze eigen backoffice bekijken. Dan krijgen we de site van Unitsky zelf. Of tenminste de bedrijf Unitsky String Technologies. Dat is www.unitsky.com. Dan krijgen we de persoonlijke site van Anatoly Unitsky, www.unitsky.engineer. En daaronder krijgen we de Facebookgroep voor mensen die op de hoogte willen blijven van de laatste updates. Ik deel daar eigenlijk dagelijks alle nieuwsberichten op. Achter de schermen werkt Michel van Rijswijk ook met ons mee. En die ondersteunt mij natuurlijk weer op het moment dat ik niet adequaat kan reageren op vraagstellingen. Dus ook ik word weer gemonitord, maar we doen het als één grote groep. Of een grote kleine groep met gepassioneerde mensen die jullie eigenlijk op een zo goed mogelijke manier van informatie willen voorzien. Dit zijn de contactgegevens van Nettie Sommers en mij. Zoals ik net al aangaf, mocht je ergens niet uitkomen, wij zijn dagelijks te bereiken. Je kunt ons een app sturen, je kunt ons bellen, voicemail inspreken. Wij zorgen ervoor dat we jullie eigenlijk terugbellen. Dan ben ik eigenlijk bijna aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik heb moeten improviseren. Ik hoop dat het een beetje goed is gegaan. Dan wil ik eigenlijk ook nog graag vertellen dat op dit moment vandaag een bericht naar buiten is gebracht over de expo. Dit bericht kun je terugvinden in jullie backoffice. Kijk er ook even naar en lees het even rustig door. Mocht je er niet uitkomen, dan zijn ook weer Nettie Sommers en ik te bereiken. En wij zullen jullie van alle belangrijke informatie voorzien. Dan rest mij ook nog te vertellen dat op de site, YouSky site, of YouSky Transport site, eigenlijk heel veel berichten over Unitsky String Technologies worden gepubliceerd. Kijk er ook even zeker naar. Het is echt absoluut de moeite waard. Ook die site plaatst het al in behapbare in brokken informatie. Dus dat niet alles als een stortvloed op jullie afkomt, maar gewoon heel simpele taal, Jip en Janneke taal. Mocht je er niet uitkomen, gebruik Google Translate. Is een hele goede tool, zeker voor het Engels naar het Nederlands, om dat te gebruiken. Dus het zijn eigenlijk ontzettend handige tips die je kunt meenemen, zodat je met een gerust gevoel de voortgang kunt volgen van hetgeen waar je in hebt geparticipeerd. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie aandacht. Nogmaals excuus dat de techniek niet heeft gedaan wat wij graag zouden willen. Dit is een nieuwe webinarruimte die af en toe
wel wil werken, maar ja, helaas niet mee, met ons mee wil werken. Dus ja, dan moeten we even improviseren. Ik ga ervan uit dat Nettie Sommers die eerstvolgende webinars gewoon weer kan doen. En dat zij jullie kan voorzien van de laatste updates. Nogmaals, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. En vanuit het mooie Nijmegen groet ik jullie. Fijne avond.